De gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Alblasserdam hebben het startsein gegeven voor een nieuwe vorm van onderhoud aan rioolgemalen. Zo willen de gemeenten een optimale balans creëren tussen bepaalde aspecten van het rioolonderhoud. Het traditionele onderhoud verlaten van eenmaal per jaar de dingen onderhouden. En we zijn nu op risicogestuurd onderhoud overgestapt. Dat betekent dat we het gebruiksprofiel van een gemaal bekijken, de belangrijkheid van het gemaal, de leverantie van onderdelen. Met andere woorden, de prestaties, de risico's en de kosten worden nu veel beter in balans gebracht. Dus het onderhoud wordt helemaal op maat gesneden, per object. De drie gemeenten werken al langere tijd samen en staan ook open voor samenwerking met andere gemeentes in de Drechtzeden. Wij werken met elkaar samen, dat deden we al, dus het is ook heel logisch om deze stap gezamenlijk te doen. En andere gemeenten die hebben ook met een ander waterschap te maken, hebben daar goede contacten, hebben daar een bepaalde werkwijze. Dus voor hen is het ook net zo logisch om die keuze te maken. Wij houden altijd onze armen open. Als men wil aansluiten hier, dan kan dat altijd later nog, als men dat wil.